Gaat het nog goed komen met het klimaat? Ik denk soms van, wat als het nou in één keer misgaat? We kunnen dijken bouwen, maar we kunnen niet eeuwig blijven bouwen. Persoonlijk heb ik niet zo heel veel met het klimaat, maar ik probeer wel eraan te denken. Mij maakt er niet heel veel uit wat er gebeurt. Wat er gebeurt met de aarde. Maar als ik mij gewoon niet dood ga, vind ik het prima. Eigenlijk de bedoeling is om je eigen stem van over het klimaat uit te brengen en over te brengen aan degene die het kijkt. Wij proberen hiermee dus aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Wie voert er wel eens een discussie? Even vingers als je zegt ik voer wel eens een discussie. En hoe gaat dat dan, zo'n discussie? We gingen eigenlijk discussiëren en dat vond ik een van de leuke dingen, want dan ga je eigenlijk je stem zeggen. En dat vond ik tenminste heel erg leuk. Lars, jij wilde nog even volgens mij reageren op... Oh ja. Ja? Ja, je zegt, ik had ook de keuze kunnen maken om geen vlees te eten. Maar ja. In principe, een koe minder is een beetje CO2-uitstoot minder, toch? Ja. De koe wordt toch geslacht of je het eet of niet. Ja. Want ja, we hebben er geen invloed op eigenlijk. Ja, nou laten we gelijk daar even naar die discussie gaan. Want ik vind dit... een heel interessant punt van Ilias, die zegt, ja, wat maakt het nou uit als ik geen vlees eet? Want die koe wordt toch wel geslacht, zeg je eigenlijk, toch? Ja, wat kunnen we daarover zeggen, Marco? Ik hoopte eigenlijk een beetje op zo'n politieke discussie, wat je wel ziet in de Tweede Kamer. En dat er dan iemand de Tweede Kamer uitloopt. Dat had ik eigenlijk een beetje op gehoopt, maar dat is niet gebeurd. Het gaat natuurlijk nu om, kunnen jongeren... zo'n rolmodel zijn voor volwassenen. Nou, jij bent het er niet mee eens. Nee. Oké. Ja, Diederik. Ja, ik ben het wel mee eens. Want als ze dus jongeren die moeten dadelijk ook weer groot worden. Die zijn dadelijk... Jongeren die zijn altijd belangrijk. Die zijn altijd weer de nieuwe generatie, zeg maar. En dan vind ik tenminste dat jongeren die zijn niet, denk ik, specifiek. Echt beter dan ouderen, maar die kunnen wel gewoon meehelpen. Dus dan kunnen ze wel gewoon helpen om te zeggen wat zij vinden. En dan moeten wel ouderen luisteren, maar dan kan je in ieder geval laten weten wat jij vindt. Ja, ik vind het wel belangrijk om een stem te laten horen, maar ik denk dat er niet echt naar geluisterd zal worden. Ja, jongeren kunnen een rolmodel zijn voor volwassenen. Maar uit eigen ervaring weet ik dat ze 9 van de 10 keer niet eens luisteren naar wat we zeggen. Ik heb niet echt een belangrijke mening. Ik heb er niet heel veel over te zeggen, weet je wel. Ik vind het heel belangrijk om een stem te laten horen. Maar nu moet je met kunst het doen. En dat vond ik het best wel lastig. Maar uiteindelijk ging het wel gewoon oké. Ja, we moesten 3D-foto's maken voor de VR-route. Dit is een 360 graden camera. Die maakt dus een opname eigenlijk van alles om ons heen. En dan wordt het dus nu tijd om de foto te maken. Wat gaan we vandaag doen? We gaan de natuur eigenlijk onze stem geven. Of jullie stem. Jullie hebben allemaal individuele stem. De laatste 2 jaar ben ik bezig een serie te maken over de natuur. Dit is een werk, ik had die wortel gevonden, die deed me te veel denken aan een mannetje wat niet zo goed voor zichzelf zorgt. Dus ik dacht, ik geef hem een opknapbeurt. Dus we kunnen slogans maken voor protestborden. Die kun je weer vervolgens fotograferen om in die panorama te zetten. Figuren maken, dat kan zowel met schilderen. We moesten figuurtjes maken of gewoon karakters. Of schilderij, maakt er niet zo heel veel uit. Maar denk eraan dat alles wat je maakt, dat we weer uitknippen en in die panorama zetten. Maar dat was een soort van project waarbij je dus onderdelen moest gaan vinden en dan dingen van maken en dan ging je foto's van nemen.
Ja, dat vond ik op zich wel leuk. Door het bos een beetje lopen, takjes verzamelen. Dingen waar je de volgende les mee gaat werken, mee gaat knutselen. Ik heb dus een foto gemaakt van een boomstronk met een smiley face erop. Bij een gewone les is het meestal zo dat ze dan iets gaan verzinnen dat te maken heeft met het klimaat. Geschiedenis hebben wij gehad over de mens heeft al eeuwen invloed op het klimaat. Dat vind ik eigenlijk best wel interessant. Bij wiskunde hebben we het vooral gehad over ook de eerste maandag meteen van dat er iemand uit de Eerste Kamer zei dat het opwarming van de aarde het allemaal nep is. Nou, wij hebben het tegendeel bewezen. Die reactie die stuurde je op, samen met heel veel grafieken. En als je ergens een grafiek bij een stelling doet, dan lijkt het alsof het waar is, want dan is er over nagedacht. En als er ook nog bij staat dat het van een universiteit komt, dan ga je dat gewoon serieus nemen. Maar waarschijnlijk klopt die grafiek ook wel. Het probleem is vaak dat dat niet het hele verhaal is. Weet je? En daarom hebben we gezegd, van, nou, ga nou eens even fact-checken, ga zoeken op het internet wat je zelf kan vinden over Zuidpoolijsniveau. Wat je zelf kan vinden over de droogte en hoe die trend is, of het meer droogte komt of minder. Nou, als het goed is, hebben jullie dat allemaal gedaan. Nou, of inderdaad het poolijs is gedrooid of niet, en ook op de Zuidpool. Oké. Okay. Nou, eigenlijk verwachten we in 2040 dat het eigenlijk niet meer terug kan draaien en dat het eigenlijk het steeds slechtere kant op gaat. En dat wil ik dus eigenlijk gewoon voorkomen. Ik wist niet dat het zo snel veranderde allemaal. Ik dacht dat over een paar honderd jaar dat dan pas 2 graden was gestegen, de temperatuur. Maar het gaat al heel snel allemaal. En dat had ik echt niet verwacht eigenlijk. Eerst dacht ik van, ja, oké, ik weet dat het een beetje slecht gaat, maar volgens mij is wat ze zeggen wel een beetje overdreven. En nu ik bijvoorbeeld echt bijvoorbeeld die grafieken zag, dacht ik van, oh nee, het gaat veel slechter dan ik dacht. Toen kwam ik eigenlijk ook tot het besef van, dit is linker shit als we hier niets aan doen. Met Nederlands moesten we een tekst schrijven met een stelling en moesten we onze mening schrijven. Ja, mijn standpunt is dus dat we beter met het milieu moeten omgaan, want anders zal het uiteindelijk ook hogere zeeniveau gaan stijgen, waarin we dus gewoon met Nederland veel problemen mee gaan krijgen omdat we onder de zeespiegel liggen. Ook de ijsbeer staat al op uitsterven, omdat er steeds minder ijs komt. En zo wordt het ook de natuur dus ook uiteindelijk steeds onbewoonbaarder voor de mens. Mensen zeggen van ja, het is pas over 40 jaar dat het fout zou kunnen gaan. Over 40 jaar ben ik 55. Dan sta ik, als, neem ik aan, nog steeds volop in het leven. Als ik op die leeftijd ben, wat dan? Ik ga nu nog niet heel veel moeite doen aan het klimaat. Ik ga nu er misschien een beetje op letten, maar nou, dat is het enige. Maar als grote landen gaan meedoen met regels inzetten voor het klimaat, dan helpt het om het klimaat beter te maken. En dan ga ik ook, zeg maar, meedoen. Ik bedoel, nu maak ik gewoon geen verschil ermee, zeg maar. Ik moet ook aan de overheid overhalen, maar het kan niet omdat ze ontwetend zijn en ze gewoon te lui zijn om het überhaupt te doen. Eigenlijk zeg ik wel, ons lot als generatie hangt eigenlijk af van iedereen. Je kan in je eentje niets bereiken, maar als één grote groep wel. En we zijn helaas afhankelijk van die hele grote groep. Dus inderdaad, hoe meer mensen je kan ophalen dat ze meehelpen, hoe groter de kans dat het eigenlijk nog meer mensen denken van, dat is ook waar. En ja, vandaag zijn we bezig met de verjaarroute een beetje in elkaar zetten.
En die wordt vandaag ook geopend. Dus een poppetjes die we hadden gemaakt van die takken, gingen we dus het, bewerken. En dan gingen we dat in een, onze VR 360 graden gingen we dat maken. En hard, hè? Hier, kom maar hiervoor staan. Wij zijn Jeffrey en Ilias. Wij vinden persoonlijk dat de klimaatverandering oplosbaar is, omdat het nog mogelijk is als iedereen meedoet. Hallo, wij zijn Jaden en Luke uit klas 3TA. Wij vinden dat we wel wat duurzamer kunnen omgaan met het milieu. Naast dat zou het natuurlijk erg zonde zijn om onze levensruimte minder mooi te maken. Als we verder gaan met de CO2-uitstoot, dan vergaat deze planeet. Maar ik ben het er nog steeds niet mee eens. Ik bedoel, wat kan ik er nou aan doen? Pas als de overheid van een groot land ergens gaat mee beginnen en regels gaat maken, dan kunnen er dingen verbeterd worden. Het milieu gaat achteruit. Als we er samen iets aan doen, redden wij het groen. Scheid je afval, douche minder lang, rij elektrisch. Het milieu heeft een groot belang. Wees geen oen en red het groen.